In bed lag ook, hè? Na die inzing is hij thuisgebleven, ik geloof 2 of 3 jaar. Ja. Toen wilde hij echt niet spelen? Niet? Nee, hij was afgelopen. Over en uit. En toen kwam hij in 1974 terug. Nou, dat was de show met de Sinterklaasconferentie. Sint-Niklaas. De prachtige liedjes Il Pleu en de show waar ik in stond met de helm. Het gekke is dat ik ook door hem weer van die sport af ben gehaald. Want een half jaar voor mijn eindexamen op CIO's vroeg hij of ik mee wilde gaan naar Amerika. En ik dacht, ja, wacht even, ik wil naar Amerika. Ja, maar je kunt ook zeggen van, dat hoort de vader niet te vragen. Nee, dat hoort hij ook niet te vragen. Ja. Dat was ook een grote fout van hem. Daar heeft hij altijd spijt van gehad. Ja, zei hij maar aan de andere kant heeft hij er geen spijt van gehad. Want vanaf dat moment ben ik bij hem geweest. Ja, mijn idee over het vaderschap is dat je kinderen ook laat vliegen. En toen wilden ze wel laten vliegen. Maar als duiven, die had mak gemaakt, ze moesten wel terugkomen in het hok. Wij waren zigeuners. Altijd geweest. Daar was de La Mama was daarbij. En de opa, de oma, de kleinkinderen, iedereen was maar bij hem. Dus, dat is natuurlijk wel een sympathieke gedachte. Maar de tegenkant is natuurlijk dat je die kinderen misschien ook belemmert om uit te vliegen. Tuurlijk. Ja. Henk van der Meijden heeft eens een keer tegen mij gezegd, 25 jaar geleden. Je had te lang weg moeten gaan bij je vader, dan had je een hele andere carrière gehad. Wat zei u toen? Ja, wat kan ik daarop zeggen? Tuurlijk, dat heb ik zelf ook wel geweten dat dat zo is. Maar voor mij heb ik toch gedaan wat ik moest doen. En ik ben toch deel geworden van een stukje succes van Toon Hermans. En daar sla ik me niet voor op de borst, helemaal niet. Want nu zit ik met een gebakken peren. Ik heb geen job, niks. Ik moet maar kijken wat ik ervan terecht breng. Ja, is goed. Steek uw tong eens uit. Tegen u? Ja. Ja, gaat goed. Gaat goed? Dan kan ik heel goed de tong uitsteken. Doe ze nog een keer. Ja, is toch beter. Ja. Wat zijn de klachten? Als het over gezondheid ging, dan was hij erg bang, denk ik. Hij dacht gauw dat hij iets had, laat ik het zo zeggen. En wil ik niet zeggen dat hij het niet had. Maar de muzici waren altijd als de dood, als ze verkouden waren of zo. Want als je 1 keer hoestte, dan had hij gelijk het de volgende dag, dan liep hij nog harder te hoesten en dan had jij hem aangestoken. Als iemand 1 keer hoestte voor de gein, dan had Toon het idee van, oh, morgen ben ik doodziek, ik voel het nou al op mijn stem. Alles wat je maar kon hebben, je moest het nooit vertellen. Want dan had hij het de volgende dag ook. Hij was ook heel nieuwsgierig naar alles wat een ander had en zo. Kijk, mijn ouders dat zijn hele eenvoudige mensen. En mijn vader is op een gegeven moment ook een behoorlijke ziekenhuispatiënt geworden met hart en longen en dergelijke. En daar wilde hij alles van weten. En hij heeft mijn vader toen ook brieven geschreven. En mijn vader is dan ook wel eens tussen de ziekenhuizen door met mij meegekomen op zijn verzoek. En dan ging hij met mijn vader in de kleedkamer daarover praten en zo, wat het allemaal. En dan had hij eigenlijk bijna een week later het precies hetzelfde. Weet je, zo op die manier. Ik ben namelijk geen held, mensen. Als ik een griepje heb, dan denk ik al, och, influenza. Influenza. Als hij pijn in zijn keel had, dan had hij kanker. Als hij pijn in zijn rug had, dan had hij hernia. Hij voelde zijn hart tikken, of het tikken, maar dat klopte dan niet goed volgens hem. Of er was vaak wel wat, ja. Dat hij alsmaar kwam vragen, voel eens aan mijn pols, is het goed? En het was soms, het was niet goed. Hij had echt hartritmestoornissen. En zei u dan de waarheid, als u voelde dat het niet goed was? Nee, soms niet. Nee. Want soms voelde ik dat tekeer gaan. Zo noemde hij dat zelf ook met die handjes. Dat gaat weer zo. Ik zei ja. Nee, dan zei ik. Dan voelde ik, nou, prima. Mooie, krachtige. Zo. Er zijn heel wat voorstellingen geweest dat er ook een arts gebeld werd. En dat hij in de pauze toch eventjes van dit of een bloeddrukje of wat dan ook. En daar was hij heel erg mee bezig. Of hij liet zijn pols nemen door Mieke onder het applaus. Maar het ging niet zo ver dat het ziekelijk werd. U bedoelt dat hij tijdens het optreden de coulissen inliep, ja, en liet hij zijn pols voelen? Ja. Hij moest altijd daar wonen waar een dokter in de buurt was. Ik heb zo'n rare dokter, zeg.
Ja, misschien kijkt hij wel vanavond. Frits, ben je thuis? Ja, Frits is mijn dokter, hè. Ja, luister, dat vind ik al fout dat ik Frits zeg. Je moet nooit tegen een dokter Frits zeggen. Ook niet als hij Frits heet. Die dokter, die zei Toon, ik ga naar Davos. Daar ga ik mee, zei Toon. Want die was dan de kerstdagen weg. En de dokter was in de buurt. Ik heb daar een arts in huis gezien. 1, 2 huisartsen, Belgische specialisten. Dat waren zijn goede vrienden. En waar was hij dan bang voor? Voor de dood. Ja? Voor sterven. Ja, zeker. Staat hij zo met die doppen in zijn kop? En dan zegt hij, ademen. Ademen. Dat doe ik al de hele dag. Dus, hè. Maar het gekke is, als hij zegt ademen, dan kan ik het niet meer. Ik zweer, ik kan het niet meer. Ik had wat hartklachten. En ja, zo kwam, daar kwam het op neer. En de arts vond dat ik hier uit mijn woonhuis met de ziekenwagen naar Tiel moest, naar het ziekenhuis. Nou, dat vond ik dan niet zo nodig, dus ik ben met de auto gegaan, met mijn vrouw mee. En nou ja, lang verhaal kort te maken, dan lig je daar op bed met de naalden in je arm aan de monitor op de hartbewaking. En ze hielden me daar, want ik dacht, ik mag wel een uurtje terug. Maar dat mocht dus niet. Ik ben daar 1 of 2 dagen gehouden voor de normale testen. Maar 's middags ging de telefoon en dat was Toon die belde. Hij zei, Koen, hoe is het? Ik zei, nou, ik lig hier in Tiel. Hij zegt, denk je dat je vanavond kunt werken? Ik zeg, dan moet je niet aan mij vragen. Ik zeg, dan moet je aan die cardiologie vragen. Oh, ja. Nou, dat zal ik dan doen. Hij heeft een cardioloog gebeld. De cardioloog is naar mijn bed gekomen. Hij zegt, u kunt naar het theater gaan, naar Amstelveen. Maar het gaat wel op eigen risico wat u nu doet. En u heeft gespeeld, die avond? En ik heb gespeeld. De naalden hebben ze uit de arm gehaald. En ik ben in de auto gestapt, naar huis gegaan, omgekleed en naar de show. In het najaar van 1990 wordt Rietje ernstig ziek. Nog geen 2 maanden na de diagnose overlijdt ze. Amper 65 jaar oud. Ja, dat is eigenlijk het begin geworden van het einde. Zo heb ik het altijd wel gevoeld. Dit is de grootste ingreep in zijn leven geweest. De allergrootste ingreep. Dat is een ravijn waar die bijna instortte. Want het verhaal was ook dat uw vader zelfs niet kon opbrengen om naar het kerkhof te gaan, hè, toen ze begraven werd. Ja, maar dat kon hij ook niet bij zijn eigen moeder. Hij is bijna nergens op een begrafenis. Hij had iets, niet met de dood, maar tegen de dood. Ja, hij was gewoon, zeg maar, iets kwijt natuurlijk, hè. Hij moest opeens alleen in dat huis. Dat was niet eenvoudig. En dan gingen we wandelen in het bos. Dat was nog in Hilversum. En daar pakte hij dus wel de zware bomen aan en stond dan minutenlang met zijn handen aan die boom. Want de kracht moest ergens uitkomen. En als de kracht niet uit Rietje kwam, dan moest het uit die bomen komen. Ik denk dat hij zeer eenzaam was. Ja? Ja. Ja. Als hij thuis was of waar dan ook? En waar dan ook. Ja? Ja. Ja. En dat hebben wij ook altijd aan hem kunnen voelen. Dat, er is nooit meer iemand geweest die dat heeft kunnen opvullen. Hij werd stiller ook, hè? Hij werd stiller, dus ging zich nog meer storten op het schrijven. Ik weet heel goed dat hij s'nachts gewoon niet sliep. En s'nachts rechtop zat en al zat te schrijven. Nou, dan viel hij weer in zijn slaap. En dan ging hij de volgende ochtend weer verder. En dan weet ik nog dat hij heel trots, smiddags een uur of 4... nadat hij gerepeteerd had met Koen of met al zijn muzici. En dan liet hij ons heel trots op een lullig bandrecordertje het nieuwe liedje worden. Nou, dan zaten we dus soms met 5 man aan de tafel te janken, zo mooi. Het was echt een liedje wat hij er helemaal... Het lied. Het was elke avond was dat van, nou, als we dit liedje gehad hebben, dan hebben we de ergste hobbel gehad, om het zo maar te zeggen. En je voelde elke keer dat het moeilijker werd voor hem. En op een bepaald moment, ja, dan... Hij heeft het een paar keer gezongen met de tranen in zijn ogen en een brok in zijn keel en half huilend, zeg maar. Maar ja, dat werd steeds meer op een bepaald moment. Toen ging het helemaal niet meer. Ja, dat was iets heel vreselijks. Dat was werkelijk, ja. Het was. Dat was een leidersweg die avond. Ja. Toen is hij inderdaad de bühne afgelopen.
Toen ben ik blijven spelen met de jongens, want je vangt dat op, daar zit je voor, dat is allemaal geen probleem. En ik denk, Toon komt zo wel terug. Die komt wel teruggelopen, maar hij kwam niet meer terug. Dat heeft toch een paar minuten geduurd, maar hij kwam niet meer terug. Toen kreeg het seintje, het doek ging dicht. En dat was het. En toen zijn we naar huis gegaan en dat was einde show. Maar dat was een... Toen is dat programma nooit meer gespeeld? Nooit meer gedaan, nee. Toon maakt nadien toch nog een nieuwe show. Maar in Carré zal die nooit meer spelen. In het voorjaar van 2000 neemt hij een liedjes-cd op. Het verschijnen daarvan maakt hij niet meer mee. Op 22 april 2000 overlijdt Toon Hermans aan een hartstilstand. Carré, 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 Carré. Ik voel op mijn huid je warme licht. Carré, 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 Carré. Nooit vergeet ik je lief gezicht. Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Carré, het laatste liedje. Vind ik, en dat ontroert me nog altijd. Ik heb nooit met hem in Carré gestaan. We hebben het Stadsschouwburg gedaan toen. Maar adieu Carré, ik neem een noot. Adieu Carré, het gaat je goed. Ja, dat is... En ik rij weer terug in het holst van de nacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Het is een afscheidslied, hè? Dat is duidelijk. Adieu Carré. Het gaat je goed. Adieu Carré. Waar is mijn hoed? Je gaf me meer, zoveel meer dan ik ooit had verwacht. Amsterdam is zo mooi als het lacht. Ha ha ha.